Hallo Spencer, maar ik in een nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival. Waar we gebleven waren, het enige wat ik gedaan heb is eventjes naar boven gegaan, eventjes wat water gehaald, want wat we deze aflevering vooral gaan zoeken is obsidian, zodat wij weer naar die leuke, goede oude Nether kunnen. Ik heb ook eventjes een klein furnace neergezet, ik weet niet of ik die al neergezet had. Ik heb er tenminste iron niet gemaakt. Laten we eventjes kijken, ik heb nog geen iron armor, laten we dat meteen maar eventjes gaan maken dan. De boots, ja, de helm. Als het goed is, doe ik het goed. De body. Wat was het? Wat is dit? Wat krijg je nou voor moois? Nou, die willen we niet. Ik heb wel een iron door nodig sowieso. Dat is ook hoog op de lijst met dingen die ik nodig heb. Want ja, de vorige keer was het iets minder leuk, toen ging ik dood. En dat was makkelijk te voorkomen door gewoon een iron door te hebben. Maar ja, die hadden wij niet. En toen gingen wij dood. Even kijken, de helm. We hebben nog twee diamonds. Ik denk dat we er gewoon een diamond sword van gaan maken. Heb ik al een diamond? Nee, ik heb er geen diamond sword gemaakt. Oké, is dat slim? Ja, dat is zeker slim. Oké, dan moeten we nu lava gaan zoeken. Hier komen we vandaan, toch? Ja. Of komen we daar vandaan? Hier gingen we omhoog, dus ik denk dat we van deze kant kwamen. Laten we even checken. We gaan gewoon ergens rechtdoor, gewoon net zo lang doorgraven tot wij lava hebben. Ik heb al iemand voor het belspel van deze week. Een zeer bekende YouTuber voor sommige mensen. Dat vond ik nog spannend. Nou is natuurlijk de vraag, Rico, wie is het? Nou, dat ga ik nog niet vertellen. Iemand zegt nu op MSN tegen mij, hey, maar dat is nu weer geen tijd voor. Hey persoon. Ik ben eventjes bezig met de beste Minecraft-serie ooit. Nou, dat is een beetje eigendunkerig, maar het is wel een goede Minecraft-serie, want we zijn al 18 parts bezig. Dit is part 20. Dit is part 20 en we hebben nog helemaal niks bereikt. Iemand wou trouwens dat ik voor het belspel mijn moeder mee ging laten doen. Dat ga ik zeker nog een keer doen. Misschien ooit aflevering 100 of zo. Dan laat ik gewoon zet ik mijn moeder voor de computer neer. Misschien dat ik ooit mijn moeder wel een keer een serie doe. Kijk, Diamond. Ik ben echt lucky, jongens. Het is al weer Diamond. Gewoon alweer. Dat is niet zo'n beetje ook. Waarschijnlijk zal er ook wel lava in de buurt zijn. Daar zijn heel veel mensen altijd bang voor met Minecraft. Als ik nu in de lava zou vallen, ja, hebben we sowieso altijd wel wat problemen, want ik zit in hardcore survival. Dus je hebt maar niet uit wat voor situatie als je in de lava valt, heb je sowieso best wel een probleem. Ja, oh, dat is echt veel, man. Hoeveel is het dan niet? 8? 8 is het maximaal voor diamond voor mij. Voor mij kun je niet 9 diamond krijgen. Ja, serieus, 8. Ik wil niet eens diamond. Mijn spel is zo van, Rick, vind je wel een goede kerel. Je hebt al genoeg diamonds voor wat je nodig hebt. Maar laat ik dus nog geven. Dat is weer bijna drie pickaxen. Want ja, anders moet ik natuurlijk weer met iron pickaxen gaan doen, want zo meteen kom ik obsidian tegen en kan ik het weer niet minen en zo. Maar ja, als dat doorgaat, dan hebben we zo meteen gewoon full diamond armor. Daar zeg ik zeker geen nee tegen. Oké, komt u maar coal. Coal, dat is geen coal. Ik heb meer sticks nodig. Heb ik een sapling meegenomen? Voor mij was ik van plan een sapling mee te nemen naar de grond. Ik wil alleen seeds. Ja, maar anders ga ik even een boompje plaatsen bij de basis van net. En wel kool? Nee, ook niet. Nou, als we nog een keer kool tegenkomen, het is geen slecht idee om torches te maken. Bij deze, Rick. Note to self, maak torches. Dat wordt alleen een groot probleem. Nou ja, we hebben nog 4 torches. Ik hoop dat we tegen die tijd lava tegenkomen. En anders dan gaan we even naar de boze buitenwereld. Zo, laten we wel even wat licht erbij houden. Anders dan kan ik weer niet zien of ik kom ik weer diamond tegen. En dan mis ik dat weer en zo. Ik zit in principe niet op de juiste hoogte voor diamond. Maar dat maakt het spel blijkbaar niet al te veel uit. Dus maakt het mij ook niet al te veel uit. Hey, wat ik een beetje raar vind. Hé, hey, kijk, dat ziet er lava uit. Oké, dan Rick, even niet doodgaan. Lava plafond. Mijn favoriete soort plafond. Dan even de hele dinges volgooien met lava. Daar nog wat lava. Ja, goed zo. Lava bedoelen. Ander, niet lava. Hier ergens zullen vast nog wat gemene monstertjes zitten. Dus laten we even goed voor oppassen. Hier zo, daar. Jij ook stout. In principe hadden we het beter kunnen laten liggen. Het is nog een beetje licht. Lichten. Waar, dat staat nergens op. Het slaat ook nergens op, dus dan mag het. Ik heb gewoon even geen zin om in één keer een creepertje naast me te hebben. Terwijl ik heb nu een diamond sword en full iron. Dus ik krijg niet zomaar dood door één creeper hoor. Dat gaat er niet meer gebeuren. Die tijden zijn geweest, jongens en meisjes. Laten we eens hier zo kijken. Nog wat redstone. Ik heb al een hele sterke redstone, dus dat gaan we niet echt nodig hebben. Kijk, daar is ook water en dat is mooi. Ah ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik zo meteen wat obsidian ga minen. Anders dan heeft het nog weinig zin om die diamond pickers helemaal meer te nemen zo. Oké, even kijken. Misschien is hier nog diamond te vinden. Oeh, lapis. Oh, la la la. Lapis. La la lapis. Laat ik me niet even recht naar beneden, want zo meteen zit er wel lava onder. Vind ik nogal lullig als we doodgaan. Ja, hoe ging hij dood? Ja, Rick wou lapis hakken. Toen zat er lava onder. Dat is nogal lullig. Dat is niet mijn favoriete soort dood. Dood door lapis. Dus ja, waarschijnlijk zal hier ook wel lava onder zitten. Moet even eens kijken hoe we dit gaan minen. Is het geen lava onder? Oké, dan. Laten we dit eens een beetje proberen uit te... hakken, waar wel lava en waar niet lava zit. Kijk, nog meer lapis. Rick is dol op lapis. Lapis lazuli. Of lapis azuli. Doesn't matter, het lapis. Ik heb geen idee hoeveel obsidian we nodig hebben, maar minen zal wel eventjes gaan duren. Want een obsidian blokje laat zich niet zomaar minen.
We hadden ook gewoon 20 buckets of lava mee kunnen nemen. Dat is, dat zijn allemaal van die challenges in Minecraft. Van bijvoorbeeld, haal zo snel mogelijk een bucket of... ga zo snel mogelijk naar de Nether. Dan hebben ze zo'n timer en dan beginnen ze in een lege wereld en dan doen ze dat. En dan doen ze meestal, omdat diamond halen lang kan duren, halen ze gewoon buckets en zoeken ze een lavabron. En naast die lavabron maken ze gewoon een infinite water source. En dan gaat het in principe heel snel. Maar ja, wij willen onze Nether portal gewoon bij ons huis hebben. Dus dan is obsidian hakken geen slecht idee. Ja, ja. Ik geloof, ja, we hebben 10 obsidian nodig. Maar ik denk dat we gewoon weer voor de oude strategie gaan. We gaan maar gewoon voor de strategie waarin we, als we eenmaal in de Nether komen, onze coördinaten opschrijven en dan de coördinaten van de fortress en dan komt het goed. Ja, ik hoop niet dat er zometeen lava onder zit, want dan kan het blokje kapot gaan. Daar heb ik geen zin in. Dan heb ik eindelijk een blokje obsidian gehakt, valt die in de lava. Dan vallen je plannen niet in het water, maar in de lava. Dat is ook zo flauw, hè. Oké, blokje obsidian. Jij bent zometeen geen blokje obsidian meer, maar een blokje obsidian. Dat is heel wat anders, namelijk. Namelijk. Wat een eng geluid. Dan is het echt een creeper naast me. Dan ben ik bang. Bangarang. Dat is een nummer van Skrillex. Bangarang. Zou ik eens hierboven kijken? Oh ja. Ik weet alweer hoe het zit. Oh ja, dat was het. Oh, dat valt wel mee. Dat is te doen. Voor de zekerheid, dan gaan we wat redstone mee. We hebben echt niet zoveel redstone nodig, maar daar gaat het niet om. Ik ga zo overheen lopen en dan gaat het glinsteren en zo. Oké. Okay. Deze kant weer op. Hoeveel heb ik al? 6. Oh joh, we zijn al aardig goed bezig. Ik heb er al 6. Zo, next. In principe valt het wel mee hoe lang het obsidian moet minen. Als je dat toch zo'n mooi daar met pickaxe hebt, zoals ik. Dan is het gewoon te doen, weet je. Ik heb ook nog wat dingen nodig voor een enchantment table. Daar heb je ook een diamondje voor nodig. Ik weet niet eens hoe je een enchantment table maakt. We moeten sowieso nog op jacht voor sugarcane en zo. Dus dat gaan we eventjes duren. Er komt waarschijnlijk nog wel een keer een aflevering. Misschien moeten we in de tussentijd gewoon een keer een afleveringetje los enderman doen. Dat we niet in één keer weer 10 afleveringen achter de enderman aanzetten. Maar dat zien we nog wel. Nou, het is gewoon even veilig naar de Nether gaan en daar die wards halen, want dat is altijd wel moeilijk geweest. Vooral een fortress vinden, want die fortressen die haten mij. Die vinden mij gewoon niet. Is Rick hè? Dan ga ik gauw weg. Ja, zo doen die fortressen dan tegen mij. Vind ik niet lief. Kom op. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, Rick, span gewoon die Eye of Enders. Die dingen die je nodig hebt naar de Nether te gaan. En ook zoiets van, ja, wat heeft deze serie dan voor zin? Als ik gewoon eentje, maak er eentje en span de rest. Wat heeft het dan voor zin? Het gaat natuurlijk om de moeilijke reis naar de Nether en dat soort dingen. Ja, ik wil gewoon eerlijk spelen. Ik ben een eerlijke jongen die eerlijk dit spel speelt. Oké, ik neem nog even iets meer extra obsidian mee, een soort van proefje, een proefhapje. Voor wanneer nodig is. Oké. Wat moet dat zal ik doen? 14. We gaan van 14 obsidian. Dan kan ik nog een enchantment table maken. Ik weet namelijk niet meer precies hoe dat zit. Voor mij was het 3 obsidian, 1 diamond en een boek. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dus sowieso hebben we weer een lekkere sugarcane farmpje gaan maken voor ons huis. Om sugarcane te farmen. Oh, 14, oké. Nog eentje. Want 15 is dan mooi door 3 deelbaar getal is. Maar ook deelbaar door 15. En ook deelbaar door 5. En niet deelbaar door 10. Eigenlijk is het getal deelbaar door alles. Kut. Oh, half hartaanval. Nee, deze keer echt. Normaal als ik half hartaanval zeg, zo. Maar deze keer. Lava. En alle kijkers die echt fanatiek kijken en hopen dat ik het ga halen. 90% van de mensen wil gewoon dat ik doodgaan, dus die vinden het nu jammer. Die hebben een hartaanval voor het feit dat ik daar heel snel op reageerde. Maar ja, we hebben ook we hebben aardig wat goed armor aan. Dus waarschijnlijk geven we niet in één keer dood eraan of zo. Maar het was wel even spannend. Daar gaat het ook om. Laten we even naar boven gaan. Even een mooie Nether portal maken en zo. Ja, hier zo. Hoppa. Honga. Ja, ik heb allemaal mooie armor aan. Ik heb even zin om te vechten met monsters. Ik ben pas level 5. En ik moet nog steeds mijn Minecraft updaten. Zodat ik speak echt voor op minen. Want dan was ik nu best wel hoog level met al dat gemined diamond. Je moet even iemand dat laten doen. Want ik snap het zelf. Nee, daar flikker van. Dus ja, iemand moet even helpen met mijn Minecraft update naar die nieuwste versie. En dan ben ik gelukkig. Dat kon er wel een keer. Neem even contact met me op, anders op Skype of zo. Van Rick, ik help je wel eventjes. En dan mag je me helpen. Dat zou fijn zijn. Oké. Terug naar de bewoonde buitenwereld. Hoppa. Even de 8 diamonds daarin. Flint en steel maken. Is dit goed of verkeerd is om? Zo, even kijken hoe het met mijn kip gaat. Heeft hij eindelijk al een ei gelegd? Ja, er ligt weer een ei. Hij heeft echt al 20 eieren gelegd die ik al offscreen pak. En dan zit er weer geen kip in. Er zit nooit een kip in bij hem. En dan schiet het niet op. Mensen zeggen, je kan ook een andere kip lokken, maar dat vind ik niet leuk. Ik vind het veel leuker. Oh, kom op. Je bent een stoute kip, jij. Leer eieren leggen. Nee, niet leg jij, niet jij. Zo. We hebben nu een flint en steel. En we hebben obsidian. Van een mooie portal gaan maken dan maar, hè. Waar zullen we die portals gaan maken? Kunnen we op het dak maken?
Zo. Dan gewoon random op een boom zetten. Ja, hier. Mwahaha. Portal boom. Ik vind het echt de beste poort ooit. Een portal boom. Kijk, ja. Ja. Er moet 4 zijn, toch? Ja. Voor mij gaat het niet helemaal goed. Ja. Wat ben ik allemaal aan het doen? Is de goede vraag. Er moet sowieso 3 breed zijn, of niet dan? Ja. 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 Ik ben het aan het verneuken. Laten we het daarop houden. Hij moet 3 breed zijn. Hoe gaan we dat even oplossen? Laten we het gewoon even helemaal weghalen. Dat is best wel dom van mij. Ik had daar iets beter over na moeten denken. Ik moet ook best wel oppassen voor monsters en shit. Grappig, hè? Leuk, hè? Ik dacht al, want het gaat niet goed. Dan moet die 5 hoog en zo. En onze bellerpersoon wordt een beetje ongeduldig. Ik zal zeggen dat wij zo gaan bellen. We gaan bellen zodra wij in de Nether zijn, dan sluiten wij de aflevering af. En dan gaan wij die supercoole persoon bellen. Ik zal nog even niet vertellen wie het is, want ik ga het heel spannend houden. Maar je kent hem, geloof me. Ik ben hele poort aan het verneuken. Ik ga even opzoeken hoe ik een portal moet maken, want ik ben helemaal vergeten. Tot zo! Oké, ik heb het even opgezocht en ik had toch wel weer gelijk, hè. Toch altijd weer wel. Oké, hij moet 3 breed worden. Nee, 2. Het was wel 2. Het was wel 2. Nou joh. Gaat gewoon nog goed dus. Hoe hoog wordt die? 3, dus ja. Ik had gewoon minder shit nodig dan ik had verwacht. Auw. Ik had verwerkt. Oké, dus het is zo. En dan zo. In principe is dit goed, alleen er kan nog wat obsidian weg worden gehaald en dan wordt het een economy portal. Oftewel een portal voor zuinige mensen die deze obsidian te duur vinden. Laten we dat wel even doen, want daar zijn hele skere mensen. Ik ben koningskeer. Zo, even een mooi eilandje eromheen. Zo, hele mooie boomhut. Zo, Rick, wat mooi. We hebben natuurlijk wel een economy portal. Oftewel een skere portal. Eigenlijk is dat de juiste naam, de skere portal. Dan haak je de hoekjes eraf. Maar dat kan gewoon. Weet je, een poort of in de ergens de hoekjes eraf houden. Heb jij meer obsidian? Ik kan ook gewoon meer obsidian beneden halen. Maar obsidian hakken duurt een paar seconden. Ja, nou, we hadden dit beter dit stukje gewoon niet kunnen plaatsen. Maar dat gaat even niet om. Zo, jij ook mee. En nou kunnen we gezellig naar de Nether. En dan gaan we volgende aflevering gaan we lekker beginnen met onze Nether avonturen, denk ik. En daar is een kip. Even kijken of er nog een ei heeft gelegd ergens in de buurt. Misschien dat daar eindelijk wel een kip in zit. We kunnen ook de kip meenemen met wheat. Maar ik heb nog geen wheat en dan moet ik dat weer maken. En gedoe, gedoe. Kip, waar ben je? Nou, in de boom. Wat doet een kip dan weer in de boom? Dat is dom. Nou, oké, het is niet dom. Dat is, als je mijn Pajama Sam's hier hebt gezien, dan snap je hem hele, dat is dom idee. Voor mij zit hij ook in een compilatie, is dat zo? Geen idee. Omdat wou ik hem in een compilatie idee. Ik weet niet of ik hem erin heb gedaan. Dat weet ik niet eens meer. Nou, nog een kip. Veel kippen, man. Het was nog ergens een eitje. Ik laat jullie lekker leven. En ik ga jullie ooit nog wel een keer meelokken. Als ik de tijd krijg en daar zin in heb. Op dit moment laat ik jullie... Waarom hoor ik geblaf? Jij bent geen hond, je bent een kip. Daar is wel een wolf. Komt in de buurt. Ik zie zo 1, 2, 3, even geen eitjes liggen. Kijk weer, Rick, lag een ei op zoveel minuut zoveel. En dan zeg ik, het boeit me niet op zoveel minuut zoveel. Stop, hond. Haha, 2 XP. 2 XP orbs. Heel wat anders dan 2 XP. Gaat niet om. Well, ik hoor ploep. Heeft die kip nou zojuist een ei gelegd? Zo klonk het tenminste dan. Zit daar een sound effect achter? Ik heb geen idee. Maak een random torentje in de lucht en dan weet je het. Ja. Leuk. Dankjewel, kip. Kusjes van Rick. Oké. Terug naar huis. Via dit hele boomhutstelsel. Au. Dat was niet helemaal goed gegaan. Oh, ik ben bijna dood, man. Even wat eten halen. Snel. Terug naar binnen en eten. Nou, ik heb hier nog carbonaatjes. Dat is wel lullig als ik dood ga, maar ik uit een boom val. Dat is lullig, hè. Dat is lullig. Oké. Even kijken of er nog wat leuks in het ei zit. Oké. Jullie zullen zometeen echt heel blij zijn met deze speciale gast, want je moet deze gast wel kennen. Het is een bekende Oh ja, eindelijk een kippie, yay! Woehoe! Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. We gaan nu door naar het belspel. Ik ga het belspel even op een andere manier opnemen, want de geluidskwaliteit is altijd heel raar. Dus dat ga ik nu even fixen op een andere manier op te nemen. Tot zo! Zo, ik neem het nieuwe met een speciaal programma ook. Ik moet even Fraps afsluiten, anders zie je zo'n mooie teller in de hoek. Dat wil je niet, zo. De framerate ligt hier veel lager, dus het is een beetje bobbelig beeld. Maar het geluid is tenminste veel beter en dan gaat het eventjes om. Even kijken, waar is mijn mooie wereld? Guessing game. En deze keer worden 3 blokjes gravel en 3 pogingen. Dus dat wordt nog heel spannend.
ik denk dat we ze gewoon deze keer zo laten staan. Nu begin ik heel voorspelbaar te worden. Ik heb bijna altijd dezelfde ding. Dan hebben we 10 veranderen in 9. Yo. Oké, dan gaan we nu bellen met een wereldberoemde YouTuber. Oké, hij gaat over. Dat is mooi. Hey, yeah. Rick. Hey, man. Hey, wat is er? Ik ben Minecraft aan het opnemen nu. Ja? Ik weet niet of je mijn Minecraft-serie een beetje volgt. Is dat die met die hardcore of iets ja, anders? Ja, met de hardcore. Ja? Nou, op het einde doe ik dus altijd dat ik een kijker ga bellen. En dan mag je getallen doorgeven. Wat voor getallen? Tussen de 1 en de 10. Ja, en dan, wat moet ik met het getal doen? Jij mag zo meteen 3 getallen doorgeven. En ik heb dus achter die getallen, 1 tot met 10, liggen 3 blokjes gravel. En als je met die 3 getallen 1 van die 3 blokjes kan raden, dus met 3 getallen, 1 van de 3 getallen tussen de 1 en 10 die ik heb, dan komt er een tweede Minecraft aflevering vandaag. Dus het klinkt ingewikkeld, maar ik moet gewoon 3 getallen onder de 10 in. Ja. Oké. Moet ik ze nu zeggen of ja, later? Noem maar 1 voor 1. 4. 4. 4 is niet goed. 7. 7. Is ook niet goed. En 2. Nou, dan hebben we... Oh, dat is 3. Kut. 2. Dat is wel goed. Dus je hebt gewonnen. Okay. Hoe ver het kan. Ik vind het best wel knap, want ik heb al 6 mensen gebeld en niemand heeft het kunnen raden. Ik ben heel goed met mijn nummers. Mm-hmm. Ga je trouwens nog in de zomervakantie een 24 uur livestream houden? Zeker. Waarschijnlijk met Kees nog wel. Mm-hmm. Ga je dan ook slapen? Wat? Ga je dan weer slapen? Tuurlijk niet. Nou, bedankt jullie allemaal voor kijken op deze aflevering. Hoe gaat het eigenlijk met je gamekanaal, Jan? Ja, goed. Ik ben er gewoon een beetje bezig met sketches en zo. En ik geniet eerder een beetje van mijn vakantie in plaats van sketches. Oké, okay. Ik zal de link van Jan's gamekanaal in de beschrijving zetten voor de mensen die dat nog willen zien. Oh ja, is goed. En bedankt voor het kijken op deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie morgen met een nieuwe aflevering. Want vandaag is het nogal middag en ik ben moe. En waarschijnlijk upload ik het Nazi-zombies vanavond als het me lukt dat op te nemen. Bedankt voor het kijken. Morgen nieuwe Minecraft. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!